heeft al vaker een perspectiefnota meegemaakt. Zeker. Wat vindt u van deze? Het is ingewikkeld. Omdat, het college stelt voor om flink te bezuinigen op subsidies. En heeft daar ook een verdeling voor gemaakt bij verschillende organisaties. En ja, de coalitiepartijen die gaan daar helemaal in mee. Nou ja, en de oppositiepartijen vinden eigenlijk dat het college daar nog eens goed naar moet kijken. En met die partijen, met die organisaties in gesprek moet gaan over of die subsidies nou haalbaar zijn. En over, en hoe die bezuinigingen dan moeten gaan. Ja, en we komen niet echt veel dichter bij elkaar. Dus het is echt een ingewikkelde perspectiefnota op deze manier. Maar als nou die subsidiekorting leidt tot bijvoorbeeld het dichtgaan van de bibliotheek. Ja. Dat lijkt me geen goede zaak. Dat lijkt mij ook absoluut geen goede zaak. En het Stadsmuseum, daar geldt dat ook voor. En daarom hebben we ook het college gevraagd, we hebben een amendement ingediend, om nog eens met die partijen in gesprek te gaan. En nou ja, eens goed te kijken of dat bedrag nou echt wel een goed idee is. En of dat bedrag anders toch maar lager moet. Maar ja, het college wil dat niet. En de coalitiepartijen hebben wel een paar moties ingediend om in gesprek te gaan. Maar die vinden ook dat bedrag hetzelfde moet blijven. Dus ja, dan kun je wel in gesprek gaan. Maar dat heeft geen enkele zin, denk ik. Het schiet helemaal niet op. Als ik zo hoor, dan bent u dus niet helemaal tevreden. Nou, niet helemaal is wel een understatement eigenlijk. Ik ben helemaal niet tevreden. Nee. En ik had eerlijk gezegd ook wel verwacht dat er nog wel een handreiking zou worden gedaan door het college, maar dat doet het college niet. Ja, en dan kunnen we alleen maar tegen die perspectiefnota stemmen. En dan is dat het signaal, maar ja. Nou, ik wens u daar nog veel succes mee. Dank u wel. Nou ja, we proberen er toch maar het beste van te maken. Hè? Maar goed, nee. Nee, het is geen leuke behandeling van de perspectiefnota. Nee, helaas.